Enkel. Staat hij goed? Oké. Pak ik de intro. Goeiedag, vlog 29. In de vorige vlog hebben wij 5 kerntaken opgesomd. 5 kerntaken die wat ons betreft plakken, kleven, horen bij iedere leidinggevende. En de eerste kerntaak gaat over het creëren van een hecht team. En dat gaat niet alleen maar over vertrouwen, veiligheid, verbinden. Dat gaat over de hele piramide, het hele teamwork model die we al eerder hebben geschetst. Maar vooropgesteld, waarom is het zo belangrijk en waarom is het echt een taak? Ja, waarom het zo belangrijk is en waarom het een taak is, daar kun je heel veel dingen voor zeggen. Wat mij betreft is de essentie daarvan dat je met elkaar iets te doen hebt. Dus je bent samen naar iets toe aan het werken. En als leidinggevende heb je een verantwoordelijkheid voor mensen. En dat teamleden uniek kunnen zijn in een team en gelijkwaardig aan elkaar. Ja, nou, dat vergt aandacht. En je wilt ook dat teamleden individueel het gevoel hebben dat ze zingevend werk doen. Maar ook gezamenlijk, dat ze gezamenlijk met iets, met zinvol werk bezig zijn, met een opdracht bezig zijn. En dat vergt energie, daar moet je ook energie van krijgen als leidinggevende om daar continu mee bezig te zijn. Want het is iets wat ongoing is, elke dag aan de hand is en waar je mee bezig kunt zijn om daarin te interveneren en dat verder te ontwikkelen, zodat mensen het met elkaar kunnen doen. En het vergt elke keer, als je een stap maakt, misschien wel vanuit een team een stap hoger, dan ben je ineens geen onderdeel meer van het team, maar ben je leidinggevende daarvan, dan vraagt het echt opnieuw kijken en herijken, hé, wat wordt er nu van mij gevraagd en krijg ik daar ook echt energie van? Kan ik dat ook, omdat de rol van leidinggevende anders is dan onderdeel zijn van een uitvoerend team? Dus elke keer komt weer de vraag, goh, doe ik dit vanuit een beloningsgedreven motief of past dit nog steeds bij de verantwoordelijkheid die ik wil nemen? En daarom is het dag in dag uit echt een taak. Je moet hier voor je nest uit willen komen en leidinggeven is niet altijd leuk, maar je kan het wel heel belangrijk maken. Vooral voor jouw team. En even voor de helderheid, het klassieke beeld is een beetje om te werken aan hechtheid van een team, is om een teambuildingsuitje te doen. Wij zeggen, heel belangrijk, doe dat ook vooral, maar het is maar een klein onderdeel van wat het vraagt om een hecht team te creëren. Dus wees je daarvan bewust. Er zijn nog veel meer activiteiten die je hebt te ontplooien als leidinggevende om het verschil te kunnen maken. Dat gezegd hebbende, gaan we het in de volgende vlog hebben over het managen van je ondergeschikten. Dat is een tweede kerntaak. En Selma zei aan het begin van deze vlog al eventjes, we hebben in een eerdere vlogs, vlog 5 tot en met 9, hebben we het teamwork model helemaal uiteengezet. En daarin staan de voorwaarden voor het creëren van een hecht team per vlog uitgewerkt. Dus daar kun je nog eens naar teruggrijpen. Vlog 31 gaan we het hebben dus over het managen van je ondergeschikten. Zou dat vlog 30 kunnen zijn? Dan maak ik een vergissing. We gaan erachter komen. Tot de volgende. Tot de volgende. It's okay to be not okay.